Er was een periode dat er vrij veel planten op straat stonden. Mijn toenmalige vriend die kwam ook met een plant aanzetten. Die had hij ergens gevonden en die zei van nou, die neem ik voor je mee omdat ik weet dat jij hem niet zou laten staan. En je bent toch al een soort half plantasiel. En toen ging er een lampje op. Een paar planten in mijn herinnering die we het afgelopen jaar hebben laten adopteren, waarvan ik denk, oh ja, dat was een fijne plant, of die mensen waren zo fijn, of dat moment toen dat zij weggingen zo blij waren. Daar krijg ik heel veel energie van. En diezelfde liefde en diezelfde zorg, dat is, ja, dat met elkaar delen, dat is ook echt super fijn. Dat is hem in de hoek. Ja, haha. Hij prikt wel en hij is wat kwetsbaar. Je weet er in eerste instantie helemaal niet zoveel van af, maar je vindt het zo leuk en zo belangrijk dat je er iets over moet leren. Je ziet dat als je er meer over leest en meer over weet, het beter gaat met je planten. En dat je door er naar te kijken en aandacht te geven, dat je kan zien wat een plant eigenlijk stiekem zegt. En daardoor kan je daarop inspelen en kan je hem op andere plek geven, of andere aarde, of ander water, of ja, afgekookt water, of benevelen, of al die ellende die sommige van mijn planten hebben, wat ik ook super leuk vind om te doen. Ja, voor mij gaat het over natuur. Als ik in een stenen huis woon, voelt voor mij de natuur heel ver weg. Kamerplanten is natuurlijk een van de beste manieren om de natuur wel in huis te halen en heel dichtbij te kunnen hebben. Er zijn allerlei redenen waarom mensen planten niet meer in huis kunnen hebben, maar godzijdank dan wel ons vinden. Een manier vinden om een plant niet weg te gooien, en daar gaat het ons eigenlijk ook wel vooral om. Ik denk dat wij ook graag uitleggen hoe we dat kunnen doen en hoe je de plant kan verzorgen en wat hij prettig vindt. En om daarmee al een soort van extra start te geven en te zorgen dat die plant ook blijft leven. Want dat is wel ons doel ook, omdat mensen zoveel moeite hebben gedaan om die plant hier helemaal naartoe te brengen. Soms vanuit heel het land. Dan vinden we het ook wel heel belangrijk dat de planten een goede plek krijgen waar ze gezien worden en waar ze weer verder kunnen groeien. Voor de mensen die niet weten hoe ze moeten beginnen of zeggen dat ze geen, of denken dat ze geen groene vingers hebben, begint te denken al bij kennis. Als je een plant koopt bij een tuincentrum, dat er in ieder geval de naam op staat. Want dan kan je het namelijk opzoeken op het internet en dan weet je in ieder geval wat voor licht je nodig hebt, wat water. En verder goed kijken naar je plant. En niet te veel water geven. Mensen denken als er iets met een plant is, dan heeft het meer water nodig. En dat is niet altijd zo. Decoratieve potten in Nederland die zijn aan de onderkant dicht. En dat is zo tegennatuurlijk. Dus zelfs als je een hele mooie pot hebt, boor er een gat in en zorg dat water goed kan aflopen. Dat is ook echt iets waar je plant heel blij van gaat worden, hoe dan ook altijd.